Nou, dan spreek ik weer eens live met Madelon Vos. Ik kijk altijd naar een mooi roze scherm achter jou. Yes. Waar jij orakelt over wat er nou weer gebeurt in de cryptomarkt. Ja. Of bij de grote podcast. Ja. Ben je hartstikke weg bij IEX. En lekker onafhankelijk. Wat doe je nu? Ik maak podcasts, ik maak video's op YouTube. Daar ben ik veel mee bezig. En ik schrijf columns. En waar krijg je nou voor betaald? Voor het schrijven van columns. En voor de rest geniet ik van het traden wat ik doe. Nou ja, ik zag in ieder geval de traden wat ik zag. Jij zit nu van ongeveer van de 1000 euro zit jij op 800 of zo. Hè? Ja, geweldig, fantastisch resultaat. Van de 500 zit ik op 800. Van de 500 zit je op 800. De rest is begonnen met 1000, maar ik begon met een achterstand. En ik echt waar? En die zitten allemaal op 250, Herbert en zo en ja. Boris? Ja, klopt. En ik zit nu op 800. En jij bent met 500 begonnen? Ja. Oké, respect hier, respect. Oké, Madelon, orakel even. Waarom hadden wij gisteren nou die enorme drop? Ja, er gebeurde van alles. En we hebben gezien dat er nu vanuit de miners zo ontiegelijk veel onrust is. En de miners hebben een Bitcoin Cash ellende? Ja, echt de Bitcoin Cash ellende. En dat zorgde ervoor dat er heel veel geld onttrokken werd uit de Bitcoin-markt. En die is richting Bitcoin Cash gepusht. Maar Bitcoin Cash is helemaal niet omhoog gegaan. Nee, Bitcoin Cash is niet omhoog gegaan. En dat komt doordat er een hard fork plaatsvindt op dit moment. En men is nu aan het kijken wat er gaat gebeuren. En dat moeten we afwachten. Okay. Dus jij denkt van dat het ook wel weer terugbounced eigenlijk? Dat vind ik lastig te zeggen. We moeten vandaag even afwachten of we nog terugkomen op die $5,800. En mochten we daar niet terugkomen, dan zou het best kunnen dat we nog weer nieuwe lows gaan zien voor Bitcoin. Ja, maar het gaat er een beetje aan of een aantal whales eigenlijk de zaak gedumpt hebben om onder die 6000 te komen. Automatisch allerlei triggers te krijgen en dan weer alles terugkopen. Ja, dat zou kunnen zijn. Maar het is nu even afwachten of we onder die 5800 blijven of niet. En anders zouden we prima nog naar de 4000 terug kunnen. Het is wel een jaartje geweest, hè? ICO omhoog en omlaag. Wel een hele stabiele, wel heel stabiele Bitcoin-munt eigenlijk. Ja. Jazeker, het heeft een jaar geduurd en Bitcoin is relatief stabiel geweest. We hebben een descending triangle gezien en we zijn daar dus nu negatief uitgebroken. En we wachten vandaag de confirmation af. Ja. Waar eindigen we dit einde van dit jaar? Oeh, dat vind ik heel lastig. Daar kan ik geen uitspraken over doen. Maar het zou niet, niet vreemd zijn als we iets lager eindigen dan dat we nu staan. Nog lager? Dat is een mogelijke optie. Oké, en heb je nog een positieve kant mogelijkheid? Ja, fundamenteel gebeurt er heel veel. En Bitcoin is vandaag nog steeds zo goed als dat het gisteren was, als dat het een jaar geleden was. En Bitcoin wordt alleen maar beter, want er wordt aan de achterkant zoveel ontwikkeld. Dus uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed. Maar het heeft we moeten het wel ergens voor gaan gebruiken, Madelon. Ja, het heeft even tijd nodig. Wat gaan we ermee doen? Dat hangt ervan af. We moeten eerst gaan kijken of we Bitcoin als betaalmiddel zouden kunnen gaan zien. En mocht dat niet gebeuren, misschien eerst een store of value. Dat zijn allemaal mogelijke opties. Maar we moeten gaan kijken. De core van Bitcoin blijft dat wij betalingen kunnen doen zonder tussenkomst van een derde partij. En dat we kunnen value van de ene kant. En of het nou inderdaad die hele tokenisering van assets is die het weer liquide maakt, daar zie ik zelf wel veel in. Dat zou ook een hele mooie toevoeging zijn. Ik ben zelf een warm voorstander, want het hele gedoe met aandelen is waardeloos. Ja. Dus ik hoop dat STO's een groot succes worden en omarmd door de wetgever. Ja. Nederland is een fantastisch land om STO's te doen. Een van de beste landen in Europa. En dat zou het heeft zeker potentie voor heel veel bedrijven. Waar kunnen we alles over jou vinden? Miss Bitcoin op YouTube. Waar kunnen we alles over jou vinden? Miss Bitcoin op YouTube. Miss met 3 × S. En ook op Twitter. Of course op Twitter. Yes. Ga haar volgen. Elke week het nieuws over de cryptomarkt. En zij is de enige die nog positief staat van 2018.